Ah, ik heb een vriendje. Dat maakt dat je ook zin hebt. Wat? Moet je ook vrienden van zijn? Ja, ja. Ja, daar zijn we weer. Leuk dat je kijkt naar deze bijzondere aflevering van Bondgenoten. Ja, waarom is die bijzonder? Nou, hij gaat deze keer over een onderwerp waar wij niet zoveel mee van doen hebben, maar ergens ook weer wel. Ja, straatintimidatie. Ah, leuk, je hobby. Ja, ja, zeker. Eindelijk tijd voor mijn hobby. En waarom is het tijd vandaag om dit onderwerp te bespreken? Nou ja, wij krijgen ook regelmatig berichten als bondgenoot. Mm-hmm. Van vrouwen die zeggen van, goh, dit of dit maak ik mee. Ja, je ziet het ook wel eens op TikTok voorbij komen dat vrouwen worden lastiggevallen. Ik haat mensen echt. Dieven eind op. Ik ben het oprecht zo fucking zat waar wij vrouwen mee moeten dealen op een dagelijkse basis. Zelfs in het nieuws komt wel eens langs. Ruim 3/4 van de vrouwen tussen de 12 en 25 jaar is de afgelopen 2 jaar lastiggevallen op straat. Jonge mannen, alleen of in groepsverband. Kunnen we die losgeslagen seksuele moraal, kunnen we die weer een beetje terugdringen? Maar het is niet echt zeg maar een soort wijsvinger moraliserende video, want ik denk dat er helemaal niks mis mee is. Dat een man tegen een vrouw zegt, goh, je ziet er leuk uit, mag ik eens met je uit eten? Maar ja, als je andere dingen gaat roepen of echt intimiderend naast iemand gaat lopen zo, dan kan ik me voorstellen dat het goed is om hier aandacht aan te besteden. Ja, straks gaan wij een experiment doen rondom dit thema, maar eerst hebben wij natuurlijk vanuit ons mannen de vraag, wat maken vrouwen nou eigenlijk zoal mee? Ja, dus op naar de Foxpop! Foxpop. Yeah. Ja, straatintimidatie. Hebben jullie daar wel eens mee te maken gehad? Ja, zeker. Vooral gewoon nageroepen, het schelden en vieze opmerkingen van waar gaan die mooie benen heen en van kom hier naartoe en zo. Oh ja. Ja, het is mij gelukkig nog nooit overkomen. Wel bijvoorbeeld in de club. Dat gebeurt wel vaker, dat het gewoon random jongens aan meiden zitten, maar... Echt aan je zitten? Ja, ja. Ook bij jou? Ja, dan sta je gewoon te wachten en dan knijp ze in je kont. Het wordt ook een beetje normaal op een gegeven moment. Ik heb er niet heel veel last van meer. Eerst vond ik het echt eng. Maar nu... Nou, zo gaat het er dus aan toe, ja. Typisch. Ja, wel gewoon. Ik heb wel een man achterna gezeten. Hij vroeg ook gewoon, wat is je probleem? En toen ging hij een beetje weg. Ja, als ze dan ook gaan kijken of zoiets naar... Ja, als ze naar beneden kijken en zo, want dat doen ze ook. Maar is dat dan het scannen van je lichaam? Of? Ja. Een keertje op de fiets, toen werd ik eerst achtervolgd. En toen werd ik uiteindelijk opgewacht, zeg maar aan de zijkant. En toen was ik wel echt even zwaar in de paniek. Maar toen werden ze ook kleine opmerkingen van achter gemaakt. En toen haalden ze me dus in en toen werd ik dus zeg maar opgewacht. En dat was niet nou de beste ervaring, zeg maar. Ja, gisteren bijvoorbeeld, ik stond echt net voor mijn huis. En er kwam iemand zo in een busje. En die zegt, hey meisje, kom eens naar me toe. Dus ik dacht, nou, hij komt een pakketje brengen. Dat dacht ik eerlijk, want hij stond voor mijn huis. Dus toen zei ik van, nou, wat is er aan de hand? En hij zegt van, wil je een keertje afspreken? Maar hij was denk ik echt 30, ik ben 16. Dus ik zeg, ja, nee, sorry, ik ben meteen naar mijn huis. Hij bleef maar schreeuwen. Dus ik voelde me gewoon heel ongemakkelijk. Wel gewoon altijd van die mannen die dronken zijn of zo en die fluiten dan na. Maar dat vinden ze dan juist mooi. Maar dan moet je juist gewoon geen aandacht geven. Dat is voor jullie de manier? Ja. Maar ja, anders dan komen ze toch achter je aan. Ja, ik weet het niet. Ik ben geen vrouw. Ja, nee, dat is wel zo. Yes, we zijn in Rotterdam. En we staan met de enige echte Antje. Woe, welkom. Hi, dankjewel. Antje, jij hebt een belangrijke rol in ons experiment. Yes. Dat zie je er ook goed uit, mag ik dat zeggen? Of is dat al kantje boord? Dat kan nog. Antje Boorten. Oh, mooi. Oh. Goed, we gaan bijna starten. Wat is nou eigenlijk het plan vandaag? Ja. Antje, jij gaat zometeen 1 uur heel casual gewoon door Rotterdam shocken, ja. Zoals ze dat mooi zeggen. Ja, mooi. Ik heb hier een verborgen cameratas, daarmee leggen we alles vast. En jij hebt zometeen ook nog een handtas en daarin film jij zeg maar vanuit jouw point of view wat er gebeurt. Zo. Toch? Wat een mooie bewoording allemaal. Zo. Dankjewel, dankjewel. Heb jij nog een mooi woord? Heb ik nog een mooi woord, hè? Ja, we gaan starten. Die man nou ook contact net. Hallo.
Nou, Antje, we zijn even bezig. Het is nog steeds licht. Ja. Hoe gaat het nu? Ja, we hebben al wel een aantal reacties gekregen. En ook toch wel vaak het gevoel gehad, ik weet niet of het klopte, maar dat er al nagekeken werd. Ja, een paar opmerkingen. Volgende feest, ja. En dan laten we dus ook alweer een beetje zien wat nou precies wel. Dus je hebt dus sommigen wel wat leukere of minder leukere. Bijvoorbeeld ook iemand die zei, geloof ik, wat zei die nou, van je ziet er prachtig uit of zo. Ja, dat soort dingen, dat is natuurlijk, vind ik niet zo heel fijn tot te horen. Nee. En de eerste? Wat ik ook al zei, het is toch wel wat ongemakkelijker omdat je dan toch in je eentje langs vier mannen op een bankje zit. En het is al een beetje ongemakkelijk om er langs te lopen. Ja. Nou, dan krijg je ook nog zo'n opmerking naar je hoofd geslingerd en dan mag je er dus nog helemaal een tijdje langs lopen. Wetende dat zij dus allemaal jou zien. Even tussendoor, we gaan zo meteen verder met de test, maar we zijn weer de straat op gegaan met de vraag, als vrouwen dan benaderd worden, wat vinden ze dan wel of niet oké? Nou, je kan best wel gewoon op een normale manier naar iemand toekomen en gewoon een gesprek beginnen, maar je hoeft niet gewoon bijvoorbeeld iemand gelijk uit te schelden voor een hoer of iets. Gewoon echt netjes van, hey, ik vind dat je er mooi uitziet, dan kan ik ook gewoon netjes zeggen, oh dankjewel. Ja. Maar dan moet het daar ook gewoon bij blijven. Kijk, stel je voor je wil iemand snap of zo, loop er gewoon naartoe en vraag het gewoon niet dat je iemand naroept of zo. Ja, wat zou je dan het liefste zien als een man denkt, hey, leuke dame, wat moet hij dan doen? Nou, gewoon je nummer vragen. Direct? Of gewoon zeggen, gewoon vragen, maar niet dat je nageroepen wordt of ongepast wordt aangeraakt. Het is gewoon meer de toon, denk ik. Dat heb ik vooral altijd. En ik bedoel, als je me echt oprecht iets wil vragen of normaal, dan kun je ook normaal maar afstappen. Dan hoeft er niet van 3 meter afstand iets naar me geroepen te worden. Ja, gewoon beleefd zijn. Gewoon een beetje normaal doen. En als je het niet wil, laat me gewoon met rust. Nafluiten, is dat dan oké? Nee. Ik snap niet helemaal wat het doel ervan is, want je bereikt er echt niks mee. Want ja, ik kijk niet eens meer om. Je krijgt geen contact met de persoon. Het is niet een soort, het is meer van, wat wil je ermee bereiken? Ik zie het niet in. Nafluiten bijvoorbeeld? Ja, dat ligt er een beetje aan. Dat is niet heel erg, nee. Dan loop je gewoon door. Naroepen? Nee, dat is ook niet chill. En als dat dan is, lekker ding? Nee, ook niet. Ja, dus eigenlijk is de wens naar alle mannen die ook kijken, kom gewoon respectvol naar een dame toe. Als je het zeg hebt met een doel, kom dan erop af. Maar als je geen doel hebt, wat doe je dan? Dan zie ik het nut er niet echt van in, dus ja. Nou ja, mag ik jullie nummer? Nou, dit vind ik heftig. Oh, dat is te intimiderend. Ja, nu voel ik me een beetje genetisch. Oh, sorry. Ik heb een vriendje. Wat? Je kan ook vrienden van zijn. Ja, maar. Ook kerstnet. Wel lief van je, maar ik denk niet dat mijn vriend het lukt. Ook een kerstnet of zo? Nee, dat zou jou niet lukken. Ik ben meer sociaal eigenlijk. Je ziet er wel super aardig uit, maar anders krijg ik niet, denk ik. Nee, als je dus kijkt, dan ga ik mij gewoon blokkeren. Als je dus kijkt, dan ga ik mij gewoon blokkeren. Nee. Nee, ik meen dat niet. Nee. Ook niet veel snel. Nee. Ja, ik heb zo lang achter jou gehoord. Ja? Dat is veel snel. Ik ben nou weer terug. Ah, nog zo, je bent eruit. Ja. Ja, nou, sorry. Echt niet. Maar niet door jou hoor. Ja, vind ik wel. Ja, een jongen die voorbij loopt, die zegt zo. Ja, wat vind je daarvan? Ja, nou ja, goed, dat zijn altijd weer die dingetjes. Als ik dan in mijn eentje ben, dan denk ik van, nou, heb ik het wel echt gehoord? Ja. Zal wel niet, weet je wel? Vind je dat een ding? Nee, vind ik niet heel vervelend. Oké. Denk ik wel. Nou, dan hebben we nog twee jongens, hè, die zwaaiden naar jou. Ja, dat vind ik wel helemaal niet erg. Nee, jij zwaaide netjes terug. Ja. Ja, dan nu op het laatste jongen, die ging helemaal een gesprekje met je aan. Ik ben meer sociaal eigenlijk.
Nou, ik heb wel eens gedacht van, oh, oké, okay, vriendschappelijk. Nou, dat is dus, je moet dus echt niet intrappen, want dat is nooit vriendschappelijk. Ja, bij een man is dat volgens mij nooit vriendschappelijk. Nee, want hoe, ja, ik denk niet dat hij langsloopt en die denkt, oh, die is aardig. Nee, dat lijkt me een aardige dame, ja. Hij lijkt me echt aardig. Ja, ja. Dat is een gesprek heb gevoerd. Nee, maar hoe voelt dat dan in dit geval met die jongen? Dat voelde dus wel oké nog? Ja, het is misschien omdat ik het ook wel heel erg gewend ben, dat het best wel vaak gebeurt, dat het niet zo heel veel me uitmaakt. Mm-hmm. Maar het is denk ik wel, ook omdat het nu licht is en er zijn gewoon allemaal mensen omheen, hij is vriendelijk, hij doet eigenlijk niks verkeerd behalve dat hij iets aan me vraagt. Maar ja, op zich is dat zijn goed recht. Het enige was dat hij dan doorvraagt, maar ja, uiteindelijk heeft hij me ook gewoon prima met rust gelaten. Ja jongens, het zit erop. En eigenlijk doen wij normaal de conclusie, maar ik vind het wel gepast als jij nu de conclusie doet. Ja. Wat vond je ervan? Interessant. Het is niet heel veel anders dan dat ik normaal gewend ben. Okay. Dus voor mij is het geen verrassing, maar ik geloof dat het voor jullie wel een beetje een verrassing was. Eigenlijk wel. Nou ja, ik vind het vanuit het perspectief van de man, vanuit ons dan, vind ik het niet echt positief, nee. Dan denk je toch wel van, goh, hoor, hè? Ja, precies. En dan kun je natuurlijk zeggen van, goh, leuk, ze krijgt aandacht, een mooie vrouw. Maar het heeft wel iets heel irritants. Of maar het is de manier waarop, die is denk ik niet in dit geval verschrikkelijk kwetsend of zo. Misschien af en toe zelfs wel gedurfd. Ja. Nee, soms dan is het inderdaad echt wel een beetje vervelend, ja. Nou ja, wat vonden jullie van dit experiment? Laat het even weten in de comments. Ja, en wat je nog kan doen ter afsluiting is even abonneren op ons als je dat nog niet hebt gedaan. En tot de volgende keer zou ik zeggen. Yes. Toch? Doei. Dag.